Yo, houd je bek eens. Oh, sorry. Mond. Kunnen jullie alsjeblieft even stil zijn? Alsjeblieft, even stil zijn! Het stuk gaat over allerlei historische figuren die aan een spelshow meedoen. Dus dan heb je Cleopatra die al automatisch denkt dat ze gaat winnen omdat ze zo mooi is. En Napoleon die ook denkt dat hij gaat winnen. En dan gebeuren er allerlei grappige dingen. We zijn in maart van vorig jaar een beetje begonnen met dingen, met wat ideeën opschrijven en wat dingen maken. En na de zomervakantie hebben we het gaspedaal ingedrukt en zijn we echt gaan schrijven en echt gaan werken. En we zijn een maand bezig met echt repeteren. De huid is in de lucht, kom! Ik heb de tank, kom! Blaadjes weg! Blaadjes weg! Ja, we doen alles zelf. Ik bedenk het, maar ja, dat heb ik ook door de jaren. Dit is mijn vijfde productie die ik doe en door de jaren heen leer ik gewoon van alles over allerlei verschillende vakgebieden natuurlijk bij. En dan vertaal ik het, probeer ik te vertalen en dan met de experts die gaan in de aanslag. En je hebt geniale ouders en geniale kinderen hier op school. En dan, het organiseert zichzelf eigenlijk. Ik hoef alleen maar los te laten en een tikje te geven. Eigenlijk is het gewoon een groepsprestatie. Wat je in je eentje doet, maakt eigenlijk niet uit. Het gaat om de hele groep die erachter zit. You can live forever. People will remember you. You're in it to win. Waardeloos. Jullie zien eruit als zoutzakken. Je staat naar mij te loeren, daar is het publiek. Kom op, zeg hé. Stelletje kinderen. Ja, je lacht erom, maar ik vind het echt niks. Vond jij het wat? Ik vond het echt waardeloos.